vis. Klaar voor de visjes. Zijn wij er klaar? Oh, echt? Hier is de snoepvis aan. Hey, Luan, die gaat voor de snoepvis en wel issue. Visje. Oh, nu komt hij uit. Wanneer hij onder water gaat. Nee, 3. Check of visjes gevangen. Echt beest. Nee. Ja. Nee, 3. Wel mooi tijdens het vissen. Heel geduldig wachten. Ja. Wij zijn de Wellinga's en minivloggers. En jawel, het is vandaag dinsdagochtend. 6:30 kom ik beneden. Moest nog Pip net leveling in het Voortuinpark uitgelaten. En het wordt weer een prachtige dag. Nee! Kijk! Ja. Lekker druk. Ga maar staan. Hoor ik hier nog een leeuwtje snurken? Hey! Wat een leeuw van me. Box. Kaboom! Lekker slapen, jongen. Voortuinparkje uitgelaten. Oh, ik wil zeggen dat ze lekker gaan vissen. Ja, nou, oh, daar wordt het heel mooi weer voor. Helemaal nat, wat gaat ze? Ja. Ja. Nou. Ik zal even een jasje hebben. Oh, maar doe maar even een jasje. Een beetje frisjes. Ja, het is nog. Kijk! Ja. Wel zo mooi, hè? Het is wel een zonnetje, jongens. Goedje, kalmtje. Ja, misschien wel weer lekker buiten spelen. Ja, ik dacht vandaag te gaan vissen, maar dan kan jij vissen? Ik durf hem niet echt van het haakje te halen, maar als het moet voor de vlog, dan kan ik het wel proberen. Nou, dan gaan we dat eens proberen vandaag. We proberen te vissen. De kinderen waren van de week heel veel aan het spelen hier met buurkindjes en zo. Er waren ook heel veel kindjes die aan het vissen waren. En zo vroegen jullie dan ook van, oh mama, ga bij ook een keer vissen. Maar ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen vishengel of zo. Dus ik heb even bij de bol heb ik zo'n startkit gekocht. Oké. Okay. Ja. En er zitten haakjes aan en van die vriegeltjes aan. Dus ik weet niet hoe het werkt. Ik heb vroeger in mijn kindertuin heb ik wel eens een keer gevist. Maar om nou te zeggen dat ik een... Mijn vader hield toch wel met opa, maar ik vond het altijd eng om van het haakje te halen. Ja, ik heb er een zei ik, opa, papa, alsjeblieft, doeg. Straks durf niemand van de vis voor de haken te halen. Ja, ga het proberen. Ja, met Luan durf het denk ik wel. Ja, dat ook wel. Die pakken pisbedden en zo. Dus, Eerst even ontbijten. Ja, schattig, hè? Kut. Ja, even schilderen. Die wil ik ook. En... Hey, de kassa is leeg. Dat is nog een centjes. Oh, daar zijn nog centjes. Jij bent de langste. Papa de bank, komt ie hoor. Papa heeft heel veel centjes. Dat is nepgeld. Heel veel nepgeld. Hey, we hebben heel veel spullen. Ja, laat het daar maar. Daar mag houden. Oh, waar is ie? Waar is ie? Oh, hier, de peer. Een peer snijden. Wil ik hem even vasthouden? Ja. Is geweest. Vastsnijden. Oh ja, ik wil graag. Ik ben Daan Banaan. Ik ben Daan Banaan. Wat is Daan Banaan? Ja, banaan. Ja, die ligt ook daar op de fruitschaal, hè? Ja. Ja. Wat kost die Daan Banaan dus? 50 euro. Zijn het daar, ja. Nee. Dat is zo. Kassa 1, productie. Dat is een scanner. Oh. Kassa 2 voor Lucilla bij. Kassa 2. Over. Wat doet papa nou, Lixie? Wat doet papa nou? Mijn lieve meisjes. Mama, waar zijn de hengels? De hengels? Waar zijn de hengels? Die heeft mama hier gelegd in het kastje. Hier, in het rommelkastje. Niet schrikken, hoppatee. De tasjes vallen er al uit. Even kijken, jongens. Waar gaan we het gaan? Kijk. Hier heb ik één hengel. Ja, dat is ook echt. Kijk, dit is echt een kinderhengel. Is deze vrienden? Hier heb ik een kistje. Dat is een startkit-ding voor kinderen. We hebben het kistje even opengemaakt. En dit zit er bovenin. Mama, weet je waar ik echt zit? Kijk, kijk. Ja? Kijk, dat visje. Kijk dan. Nee, man. Die gaan aan de onderkant van stappen. Kijk, luk. Mam. Ja. Daar zit hier de slipperdwarsje. Ja, ik zie het. Daar moeten mama en papa even mee helpen. Weet je wat het is? Kijk, dit is een echt visje. Nee, een nepvisje. Dit is een blinkertje. Hier kan je mee snoeken. Mijn vriend. Oh, je weet er best wel wat van. Die ging altijd snoeken, ja. Maar weet je hoe groot de snoek is? Ja? Als die aan het haakje komt. Ja? Ik weet niet of je snoeken in het... Ja, papa durfde er al niet zo'n visje van af te halen. Dat is aan de snoek. Oké, die ga je aan het haakje doen. Dan gaat hij zo zwemmen en dan denkt die vis, oh, die wil ik hebben. En dan hap. Oh, echt waar?
Ja, dat is een blinkertje. Nou, hier zitten hele gevaarlijke dingetjes in, zie ik alweer, Lux. Ja, dat zijn ook nepbeetjes. Oh, echt? Dan denken ze van die Nee, Lux, is echt... Schatje, er zitten oude dingetjes aan. We moeten wel echt oppassen met Luxie. Luxie, die staat hier. Ja. We moeten wel echt oppassen met Luxie, jongens. Het zijn, ja... Moet papa wel echt mee, want anders dan, kan ik niet op iedereen letten. Nee. Kijk, en als we deze dus afhalen... Zit hieronder. Dat vind ik wel raar. Dan heb ik een startkit besteld en dan zit er geen hengel bij. Ja, nee, gelukkig dat ik ook nog een losse hengel had. Ja, dat is logisch, hallo. Ja. Het zijn onderdelen. Ja, ik denk een startkit. Dan moet je toch kunnen starten en dan moet je er helemaal bij zitten. En dan hebben we hier. Ja? Kijk. Kijk. Nog een hengeltje. Een hengel. Oh, dat is leuk, ja. Mag ik deze hengel? Ja, we mogen allebei. Ja, maar deze is echt een kinderhengel. En dat is ook wel een kinderhengel, maar jullie mogen gewoon samen even delen, ja? Goedemorgen, mama. Kerel. Zit je haar goed? Ja. Ja? Ja? Ja. Kijk eens, Luan, wat we hier allemaal hebben. Wat vind je ervan, jongen? En dan kun je het. Ja, Luxie. Ja, is jouw pop weer moe? Luxie heeft wat ontdekt, het woordje moe. En de pop is iedere keer moe. En Lux? Ja. Dat is het beste van Lux. Leuk, hè? Gaan we eens even kijken, jongens, of er in onze sloot onze vijf hier voor vissen zitten. Een hele grote... Ja, want ik zag een keer de mama en Luan en goudvis. Echt waar? Zag je een goudvis in de vijver? Ja, ja, met jou toch? Ja, dat is waar, dat is waar. Nou is die. Ah, wauw. Hij is best mooi, kinderen. Mag ik? Ja. Maar waar is dan dat touwtje? Het touwtje? Ja, dus moet je hem indraaien. Ja, de touwtjes. Oh ja. Zo. Die zitten hier allemaal in. En Luan, die gaat de visjes van het haakje halen, hè, jongen? Ja, hey, durf je dat, jongen? Ja hoor. Ja hoor, hij vindt dat molletje alleen maar heel erg leuk. Dit is heel schattig, hè. Deze is ook echt een junior fishing set. Dat is wel handig, want dan kunnen we alles in die doos bewaren. Dit zijn, Nep. Maar hier komen visjes op af. Ja, dit doe je aan een haakje. Dit is. En waar is deze dan voor? Aan zo'n haakje. Dat weet ik ook niet. En dan ga je hem opdraaien, maar dan ziet zo'n visje zo stijgen. Oh, echt waar. Ik denk, moeten broodkrammeltjes eraan doen of zo? Dat deed ik vroeger altijd. Dat kan ook. Nee, dat kan ook. Ja? Maar waarvoor zijn die belletjes dan, papa? Weet jij dat? Ja. En dit is een extra. Kijk, die hang je aan het molentje. Ja. En dan zit je boek te lezen. Ja. Oh. Nee, maar Daan, je weet er echt veel van. Tuurlijk, mijn vader en opa die vissen. Maar papa, een visje. Oh? En dan ging je kijken. Nou, Daan, haal nog een haakje. Ik ga er wel zitten. Dat duurt mij vaker lang. Nou, ik ga een crossfiets mee. En dan gaan we ook een kusje hebben, we willen wel hebben. Papa, waar is deze voor? Dat is een gevaarlijk schaartje. Dat is een gevaarlijk schaartje. Ja. Soms zit het in de bek vast. Als je zo'n grote snoep hebt, dan moet je heel diep achter de Nee, kielen. Echt? Dus daar heb ik papa al niet mijn kopje thee. Maar dat is niet erg. We gaan gewoon beginnen met kleine visjes. Ja. Kleine broodkruimeltjes. Ja, nou wij gaan vandaag gezellig een dagje vissen, hè jongens? Ja. In onze voortuin. Huh? In het voortuinpark. En als jullie afvragen waar we dat dan gaan doen. Kijk, het is nu nog heel mooi rustig. Maar daar straks in de vijver gaan we eens kijken of we een visje kunnen vangen. Nu en papa hebben deze al gemaakt. Wauw. Dit is lood. Ja. En dat lood zorgt dat het dobbertje dit goed drijft. Ja. En een haakje. Ja. En dan blijft het dobbertje goed hangen. Ja. En dan gaan we met deze vissen. Zo leer ik het van mijn opa, mijn vader. Dus die gaan we een beetje nat maken. Dan ga ik een beetje suiker erheen kneden. En dan nemen we die broodbal in dat zakje mee. En dan kun je er een heel klein korreltje aan het haakje doen. En dan gaan we hopelijk de visjes bijten. Ja. Ik heb hier het eerste visballetje met suiker. En ik heb hier nog het laatste pakje brood. En doen we een klein beetje suiker op. Ik voor vis. Ja, ik vind vis suiker. Heel erg lekker. Beetje suikerbrood. Nou, en dan zijn er twee visballen met lekker suiker en een beetje water. Klaar voor de visjes. Zo, en we zijn buiten met onze visuitrusting. Lucilla heeft haar emmertje, een hengel. En Luan heeft zijn hengel met de emmer. Ja. Ja, en die zijn net in bad geweest. Nee, ja. Dus dan ruiken ze weer naar sloot. Op naar de visstijger.
voor het lekkere geduld neemt de vis ook altijd een goede lichtstoel mee. Dan kun je heel chill naar je doppetje kijken. Zijn wij er klaar voor? Ja. Wij zijn aangekomen. Wij zijn aangekomen bij onze visstijger. Ja. En hier, als het goed is, moeten hier visjes zijn. Die we gaan vissen. Ja, wat ik heb gemaakt. Kijk, hier hebben we het eten. Is dat het eten? We hebben net laten zien aan u al een beetje brood met water en suiker erdoor. Echt waar? Ja, dan bijten ze beter. Goh, vader, dat je dat allemaal weet. Tuurlijk, geleerd van mijn opa en mijn man. Oh, echt? Ah, is dit niet zielig voor de visjes? Ja, wat zei je? Nee, als je heel beleefd, heel goed, heel voorzichtig. Dat is ook weer heel voorzichtig. Oké. Okay. Ik doe ze even het emmertje om ze te tellen. Dus we gaan ze niet opeten, goed? Luxie mag ook hier zitten. Ga daar zitten, kan je goed kijken. Ja, op het trapje, hè, Luxie? Ja, Luxie heeft ook een visnetje, schatje. En ook een emmertje. Luxie doet ook mee, hè? Ja, één emmer. Ja, Luxie die kijkt daar vanaf de kant. En Luan en Lucilla zitten hier met hun vishengel. Net boven het loodje hangen. Ja? Dat dit wel diep genoeg is, toch? 1, 2. Ja, daar ligt hij. Zo. Dat is lang kijken. Oh, ja. Wat je altijd ziet, is het puntje recht in het oor. De vis mag niet weten. Dat jij je zit. En Lucilla, en als je dan ziet, hè? Dat het dobbertje een beetje onder water gaat, dan moet je even aan de bel trekken bij papa. Want dan heb je misschien een visje. Dan heb je beet. Ja, nou moet je gaan wachten, hè, Lucilla. De visjes gaan komen. Of ze aan een hengel willen van zo'n schattig klein lief meisje. Leuk hoor. Daar zit de pieper. Ja, daar is het pieper. Ja. Hier zwemmen de kleine visjes. En daar hadden we een keer een hele grote zien zwemmen, hè? Weet je dat nog? Ja, en die zitten dus wel in hier ergens. Ja, en nou moeten we nog even kijken of ze überhaupt wakker zijn in de ochtend. Luxie in de weer met... En dan gaat ze even daar toe en dan bijt hij er aan. Ja. Beet! Misschien denken ze, hé, daar zwemt een lekkere ontbijtje. En dan pakken ze het ontbijtje en dan heb jij beet. Maar ik heb een vis. Oh, Luxie, wil jij in het zand spelen? Ja, gaan we naar het zand spelen. Luxie gaat daar spelen. Mama? Ja? Nou, eigenlijk lust ik niet vis, alleen kibbeling. Kibbeling, maar kibbeling is ook een visje, hè? Ja, maar dan een gebakken. Een gebakken visje, ja. Maar je hoeft deze visjes niet op te eten, hoor. Nee. Dat doen we alleen maar voor de fun. Dan gaan we even kijken naar de visjes en dan gooien ze we gewoon weer lekker terug. Ja. Kunnen ze weer zwemmen naar hun familie. Toch? Ja. Wel visvriendelijk dit, hè? Ja, maar als opeens een kikkervisje opbijt. Een kikkervisje, ja, maar die hebben te kleine mondjes voor dit bolletje. Die hebben te kleine mondjes, die kunnen niet hier. Ja, zo mini, mini, mini klein. Als je gaat heel ver gooien, dan kan die grote vis een beetje krijgen. Ja, Luan die gaat voor de snoek. Luan gaat voor de snoek. Ja. Vis zijn wel issue. Ja, dan moet je hem eerst even afschroeven. Ja. De draad zit helemaal met asje. Oh ja. Ondertussen dat ze daar lekker even met de vishengeltjes en het pielen zijn, ga ik eens even kijken wat Luxie aan het doen is. Want Luxie die vindt het heerlijk om in het zand te spelen. Oh, het zonnetje komt door. Dus kijk, zit ze hier in het zand. Hm? Oh, mee. Moet mama meehelpen? Ja. Moeten we samen zand scheppen? Oh, ja. Kijk, in het bakje. Dat vind jij leuk, hè? Oh, tata. Ja, dat is een visje. Zo, visje. Ja, visje, visje in het water. Visje. Visje in de kom. Nou gaan we visjes vangen, hè? Ja. Dat is ook wel een keer leuk, hè? Kijk, Luxie gaat ook een visje vangen. Die heeft daar een visje. Kijk, dan moet je iets harder zand pakken. Deze. En dan doe je die daarin. Zo. Hoppatee. Zo. En dan een beetje tikken. Ja. En nog een beetje erbij. Ja. Doe maar een beetje tikken. Zo. Goed zo. Dan gaan we hem omdraaien. Hop. Kijk, en dan krijgt Luxie ook een visje. En dan heel voorzichtig eraf halen. Kijk, wauw. Oh, daar ging het visje. Eén, nog één. Luxie. Kijk, en het zonnetje piept al door de wolken heen. Hier mooi tussen de bomen door. En daar zitten ze. Eens even kijken of het draadje al uit de knoop is, papa. En heeft Lucilla al beet of is het nog steeds wachten geblazen? Nog steeds wachten, hè?
Dit is een heel therapeutisch werkje hoor. Ja, heel lang mee doodje staren. Luxie? Ik zou het fijn vinden om hier een tv te hebben. Een tv? Ja? Hadden ze een emmer vol visjes? Mama, daar gaan we, hè? Ja. Oeh, dat is ver. Ja, maar ik wil ook ver. Ik wil ook ver. Ja, ik wil ook ver. Nou, en dan richten wij je dan. Oeh, mooi. Oeh, nou, daar zit die van Luan ook in het water. Die van Lucilla is een beetje naar de kant ge... Oh, daar komt hij uit. Nee, er zit nog geen visje aan. Geen visje, maar waar zijn we nou al open? Waarschijnlijk is meneer of mevrouw vis al wel geweest. Maar wat zegt hij dan? Hé, hey, er zit een haakje aan. Ik ben niet gek. Als ik daarin bijt... Het zit hier op mijn lip. Het trapt er niet in. Zeg maar open dan. Nee, dat is wat je dan doet. Ja? Nu er wat halen. Eeuw. Laat je aan het water eruit knijpen. Ja? Ja, en het haakje weer. Verstop maar. Wil het er vies uitzien, schatje? Ja, dat is heel vies. Ja, nou dan gaan we. Lijkt me babyhapjes. Ja. Nu zie je het. Niet draaien. Niet draaien. Dan doen we zo, dan gaan we. Hoe ver wil jij hem? Zo ver als Luan. Oké, gaan we naar... Jan, naar deze kant gooien. Zo. Oeh, heb je emmertje meegenomen? Goed zo. Wat vind je ervan, jongen? Cool. Ja? Ja. Nou, we zitten kijken naar het doortje wanneer die onder water gaat. Ja. En je weet niet wanneer dat is. Dat is even de vraag, hè? Die heb je onder de muziek al weggegaan. Ja. Je hebt wel wat dingen geleerd. Je hebt wel veel geleerd, ja. Ja, dat gaat ik zien. Dan hebben we niks. Heb je de eerste basisprincip geleerd en dan bellen we opa. Zeg opa, we kunnen maar geen vissen maken. Nou, maar ik denk dat het vandaag wel gaat lukken, jongens. Denk je? Ja. Mama, die blijft wel op. Ja, dan gaat mama hier de hele dag zitten voor jullie. Totdat we een visje hebben, hè? Ja, gaan we een visje. Ja, een visje. Ja, okay, de goudvis van de buren. Daarheen, hè? 2, 3. Wow. Die is mooi. Hé, hey, komt daar onze Luxie aan? Met jouw emmertje. Heeft Luxie ook een visjes gevangen? Nee, geen visjes. Waar gaat Luxie heen? Moet mama mee? Waar moet mama mee? Oh, die moet ik even vasthouden. Ja. Ja, pak die emmer ook maar. Oh, er gaan honden in het water. Dit zo, Luxie, pak je emmer maar. Goed zo! Ja hoor, ik zat wel de hele dag achter een hengel. Oh ja, mama loopt met jou mee. Ja, ja, mama gaat met jou mee. Waar zijn jouw visjes? Jouw zandvisjes, hè? Luxie gaat zandvisjes maken. Ja, hij heeft beet. Hij heeft beet, hij heeft beet. Hij heeft beet. De eerste vis, oh nee. Oh, wat? Is hij weg? Oh. Visje weg. Oh. Hem aan de haak. Jongens, maar hoe kan die dan eraf gaan? Ja. Zo. Oh. Oh, er zitten dus vissen in, jongens. Nu, er zitten vissen in, jongen. Er is hoop. Misschien schrok hij ook van jouw geroep van beet, beet. Ja, je moet eigenlijk heel zachtjes zijn, hè? Mama, ja. Dan moet jij hier blijven. Ja, ik moet hier heel zachtjes, hè? Nee. Ja. Oh nee, je hebt hem! Mooie Luxie. Kijk, Lucilla is ook aan het vissen, zie je dat? Maar nu moet je maar weg. Nee. Ja. Ik was baby. Ja, we hadden een vis, alleen hij was weer gevlogen. Ja, door het snelle. Ja. Dan zijn we zo enthousiast. En dan moeten we eigenlijk. Heel zachtjes zijn. Ja, heel zachtjes. Ja. Ja, Luxie, heb jij je vis net mee? Ja, dan kan je hem zo uit het water vissen, hè, schatje? Ja, Luxie heeft een visnetje. Oké, dus stil. Ja, we moeten heel stil zijn. En ja, we hebben beet, zeggen we dan. Oké, dan gaat papa weer. Je moet dus een beetje in die hoek daar. Kom maar eend aan. Ja, met mama blijven, hè? Ik heb hem even uitgehaald. Oh ja, doet papa jou zo weer opnieuw erin, zie je dat? Mijn broodje is eraf. Ja, ja, broodje hebben ze denk ik eraf gesnoepeld. Papa. Ja. Wow, daar is hij weer. Daar ergens in die hoek, daar zaten de visjes. Nou, hopen dat hij er nog een keer intrapt, kinderen. Oh ja, shh. Het moet heel zachtjes zijn, Luxie. Shh.
Kijk voor de visjes, want anders schrikken de visjes naar appels neer. Zie je dat? Terwijl hun nog eventjes lekker met de vissen gaan, met vishengels gaan vissen, ga ik even met Luxie terug naar ons huis. Want Luxie wordt een beetje moe. Ben je moe, Luxie? Ja. Ben je er moe van geworden, schatje? Ja. Gaat Luxie lekker slapen in de kinderwagen? Yes. Ja, maar in de kinderwagen kan ik jou meenemen, anders kan ik niet in huis blijven, liefie. Mag je even lekker in de kinderwagen slapen doen, goed? Mama kus, gaan we even naar huis. Ja, gaan we even naar huis en dan kom ik zo meteen terug. En dan kan ze even lekker haar slaapje doen in de kinderwagen. En dan kan ik haar gewoon meenemen naar het vissen. Want ik denk dat we hier nog wel eventjes vertoeven met de visjes die hopelijk willen gaan happen vandaag. Ja, nou maar doei, Luan en Silla papa. Ik ga even een slaapje doen. Wat rijstwafels mee en wat boterhammenbroodjes erbij. Kunnen ze daar ook even lekker lunchen? Het is inmiddels weer bijna tijd om te lunchen. Ja, wat is het? Mijn papa ook slapen, hè? En dan ga ik Luxie eventjes in slaap wandelen, zodat ze even lekker haar middagslaapje kan doen. En dan hebben de kinderen zo meteen ook wel even lekker wat te knabbelen tijdens het vissen. Want je moet er een beetje geduld voor hebben, willen ze bijten. Ja, Luxie ligt hier lekker in de kinderwagen. En wij gaan daar eens even kijken bij vader. En de kinderen. Hoezo Pipje hier even mee? Nou, hoe is het hier bij de visserij? Heel erg slecht. Hebben we nog niks gevangen? Eén visje in man. Ja? Elke keer was het brood leeg. Oh, ja? Elke keer was het brood leeg, ja? Maar we hadden geen vis. Oeh. We zijn gewoon te snel. Ik moet in 1 seconde weer snel omhoog hijsen. Ja, oh maar jongen. Als ik omhoog hijs, dan zit het. Maar dan kunnen hun dat hengeltje eruit halen. Losmaken, oké. Okay. Maar het is gewoon geduld hebben, jongen. Buiten op de vissen. Ja. Ach joh. Nog steeds niet gevangen. Hé, maar ik heb rijstwafels met boterhammenworst mee. Hebben jullie daar zin in? Ach. En ik heb ook nog een spelletje meegenomen als je je verveelt. Kunnen jullie even een spelletje spelen? Ja. Goed? 2, 1, go! Een lekkere rijstwafel met boterhammenworst. Willen ze al buiten, jongen? Het is toch best wel een klus, kerel? Ja. We gaan het gewoon nog een keertje proberen. Ja, papa die is even luxe slaap wandelen. Papa doet. Ja? Kijk, als dit in de knoop zit, is mijn papa meer dan 100 keer gebeurd. Ja? Mij verteld. Dan draai je dit eraf. Dan zit het hele dingetje eraf. Ja. En dan zit volgens mij. Zo vermaken jullie je wel, hè, tijdens het vissen. Tenminste, het wachten bij het vissen, hè. Want ze willen nog niet echt bijten vandaag. Nee, dus mama gaat nog even een poging doen. Weet je wat ik zo kan doen? Nou? Ja, we hebben al... Die in een emmer. Oh, echt? Bij andere kinderen? Ja. Dus ze zitten er wel. Alleen, nou moeten ze nog bijten. Doe mama nog even een poging wat visjes... te vangen. Maar goed, ze willen nog niet echt bijten, zoals jullie zien. Ik zit te denken, misschien is het een idee om even ergens anders een plekje te gaan zoeken. Want ik zie wel daar vissen uit het water springen. Mam?
Dus ze zitten er wel, alleen net niet waar wij vissen. Zullen we kijken of we ergens anders een plekje kunnen vinden? Kijk, misschien daar. Daar zie ik vissen springen. Of aan die kant. Daar kan je ook ergens achter zitten. Dan gaan we dat eens even uitvogelen. Zo, we zijn hier aangekomen. En we gaan eens kijken of hier vissen zijn. Ik zie wel iedere keer dat de vissen naar boven springen. Zoals het goed is, moeten ze hier zijn. Oh nee, dat waren de eenden. We gaan hier eens even een poging wagen, goed? Kijken of we hier een visje kunnen vangen. We zaten net daar. Daar zo. En nu gaan we eens even kijken of we hier kunnen vissen. Ja. Ja. Oesel, niet de visjes wegjagen. Nou, ondertussen ben ik nog de enige visser die over is gebleven. Ik film even met mijn iPhone, want de camera die is leeg. Maar kijk, ik heb hier nog het laatste... Nou, niet de laatste. Ik heb nog één bolletje hier. Dan ga ik nog hier even met dit achterwatertje proberen. Want ik zie dat hier visjes wel eens naar boven vliegen. Maar ik ben volgens mij de enige overgebleven Bellinga die nog steeds aan het vissen is. Luan, die moest naar de wc. Lucilla is aan het spelen bij het strandje. En Luxie die slaapt. En Daniel die zei, nou schat, ik ga naar huis. Roep maar als je wat hebt gevangen. Het kan toch niet zo zijn, jongens, dat de eerste keer dat ik ga vissen met de kinderen... of dat we gaan vissen met de kinderen, dat we gewoon niks vangen. Dus ik moet en zal een visje vangen vandaag. Toch, visjes alsjeblieft. Kom nou, laat je eens even zien. We gooien echt wel weer terug. Het is gewoon even leuk voor de kinderen te laten zien dat we een visje kunnen vangen. Maar goed, ik ga nog eventjes hier in dit watertje een poging wagen om een visje te vangen. Heb je al een visje gevangen? Nog niet. Nee? Ja, ik zie het. Ik heb nog steeds een broodje eraan. Gaan we nog een keer doen? Ja. 1, 2. Heel stil zitten. Dat zie je niet zien. En dan heel geduldig wachten. Ja, zo zien we wel, ja. Succes nog, hè? Dankjewel. Ja, ik hoop dat je echt een visje krijgt. Ik hoop het ook. Zo, ik ga weer even van plekje verwisselen. Ik kan daar toch niks vinden. De kinderen zijn daar aan het spelen op het strandje. Daniel zegt, ah schat, geef het toch op. De kinderen hebben lekker gevist, dus ze hebben heel veel geleerd. Hoef niet altijd meteen vis te vangen. Maar jongens, ik ga het nog één keer proberen. Om in een ander plekje te kijken of ik daar wel een visje kan vangen. Het zou toch gewoon leuk zijn, een visje te vangen. Maar goed, we zijn inmiddels al wel weer een paar uur verder. Kijk, de kinderen zijn daar aan de overkant. Daar. En ik ga kijken of ik hier een visje kan vangen. Nou, de laatste poging. Daar maak ik weer een heel klein bolletje van. Even zo op mijn broek rollen. Dat ik hem een beetje hard maak, dat hij er niet zo makkelijk afvalt. Kijk, dan heb ik zo'n klein bolletje. Poes, kijk uit met het haakje, jongen. En dan hebben we het haakje. De kinderen zijn aan de overkant spelen. En dan hebben we het dobbertje. De laatste poging. Mooie steen. Kijk of ze hier wel willen happen. Of die überhaupt zitten. Nou, ondertussen ben ik maar even bij gaan zitten. Met even een lekker druifje. Kijk eens naar het toppertje op het water. Tot nu toe is er nog niks aan de hand. Kinderen zijn daar aan het spelen, aan de overkant. Kijk, daar hebben we eerst gezeten. Toen ben ik daar gaan zitten. Toen daar. En nu zit ik dus hier. Maar ja, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag of ik hier heb gevangen. Maar in ieder geval heb ik wel alles eraan gedaan om het in ieder geval te proberen. Maar ja, misschien de volgende keer beter.
zullen we maar zeggen. Helaas, pindakaas, het is niet gelukt. Ik hoor dat Luxie wakker wordt. Daniel roept Luxie is wakker, dus ik ga weer naar huis toe. Helaas, geen visjes meer gevangen. De kinderen zijn nog lekker aan het spelen daar op het strandje. Maar ik pak de vishengels in en ga weer terug naar huis. Volgende keer beter. Ik ben inmiddels weer terug. Het was me helaas niet gelukt alsnog visjes te vangen. En het begint nu dus ook gewoon te regenen. Kijk, daar is het meertje en het gaat nu regenen. Dus het kan helaas nu echt niet verder. Maar we gaan het zeker nog een keertje doen. Want tenminste, ik vond het heel erg leuk. Ja, het regent buiten zelen. Het gaat regenen, dus we moeten echt naar binnen toe. Maar hopelijk, de volgende keer gaan we wel misschien een keertje aan je vader vragen. Ja, opa mee waren. Opa, die kan heel goed vissen. Misschien hadden we vandaag gewoon een pechdag. Hadden ze vissen zoiets van, nou weet je, we gaan lekker niet buiten vandaag. Want het is mijn veel te winderig buiten of zo. Zwaar een dagje uit. Dus, ja. Nou Lu, wat vond je ervan van het vissen de eerste keer? Leuk, maar op een gegeven moment was het steeds kouder en was er geen visje te pakken. Dus. Nee, dat is wel jammer hè. Maar we gaan het zeker nog een keertje proberen, toch? Ja, dat gaan we. Anders gaan we opa een keertje om hulp vragen. Dat is misschien ook wel een goeie. Silla en Luxie die zijn ook lekker aan het chillen en even lekker een filmpje aan het kijken. Wij gaan de vlog voor vandaag weer afsluiten. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Ik ook in een motorbed. Voeg je hart, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.